Jullie hebben bij binnenkomst allemaal een zakje in de handen gedrukt. Ik hoor het rammelen. Daar hebben we tot nog niks over gezegd en nog niks mee gedaan. Ik weet ook niet wat ermee moet. Peter, jij ook niet, volgens mij. Bruggen bouwen? Wie weet. We gaan het vragen aan Onno Kruitwagen. Kom maar even naar voren. Geef hem een applaus. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Onno Kruitwagen. En ik ben gevraagd om dit plenaire ochtendprogramma samen met jullie af te ronden in de komende 10 minuten. Jullie kennen mij waarschijnlijk niet, maar ik sta in mijn omgeving bekend als die persoon die op dit soort gelegenheden de deelnemers met Lego laat werken. Niet alleen omdat ik denk dat het heel erg leuk is, maar ook omdat ik denk dat het heel erg functioneel kan zijn. En als het goed is, hebben jullie bij binnenkomst inderdaad dat zakje met Lego gekregen. Pak dat er maar vast even bij. En in dat zakje, daar zitten 14 Lego steentjes in. Het is namelijk vandaag de 14e kennisdag. En we gaan met die Lego steentjes gaan we zo meteen 2 bouwopdrachten gaan we doen. Degenen die vooraan in de zaal zitten, die hebben geluk, want die hebben zo'n uitklaptafeltje. Pak dat er maar vast ook even bij. En degenen die achteraan zitten, jullie kunnen even het programmaboekje pakken of een iPad of iets dergelijks, waar je even op kunt bouwen. Oké. De kennisdag, die is al jaren bedoeld om jullie te helpen in jullie ontwikkeling, in jullie professionalisering. En ik ben benieuwd, gezien recente ontwikkelingen, wat jullie nodig hebben in je werk bij de inspectie van waterkeringen. En wat jullie dus vandaag willen leren. Ik geef jullie 2 minuten de tijd om deze vraag, deze 2 vragen, met je buurman of buurvrouw eerst te bespreken. Wat heb jij nodig bij inspecties van waterkeringen? En welke kennis wil je vandaag dus opdoen? Yes? 2 minuten gaan in. Ga je gang. Bespreek maar eens met je buurman of buurvrouw. En het is in 1 keer stil. Heel mooi. Mooi om te zien dat jullie zo druk met elkaar in gesprek zijn. Jullie krijgen een bouwopdrachtje. Dat is de volgende. Om met een paar Lego blokjes, een symbolisch model te maken van je belangrijkste leerpunt van vandaag. En ik zeg een paar Lego blokjes, want we krijgen 2 opdrachten. Met de volgende opdracht heb je iets meer blokjes nodig. Dus 2, 3, 4 blokjes om een model te maken dat symbolisch staat voor jouw belangrijkste leerpunt. Ga je gang. 30 seconden de tijd. Oké. Ik ga even 2 vrijwilligers ga ik aanwijzen. Meneer, wat is uw belangrijkste leerpunt voor vandaag? Hoe gaan we om met de inspecties? Ja, details. Details van steeds meer, om te zeggen. Met digitale inspectie, okay. Dat soort dingen. Daar wil ik iets meer leren. En daar heb je een mooi bouwsel van gemaakt? Nou, ik had een bouwsel. Oh, je had er één. Oké. Komt zo een 2e ronde. En even kijken, deze kant. Beste Jan, wat is jouw belangrijkste leerpunt voor vandaag? Nou, ik ben niet zo van de symbolen, dus daar had ik wel wat moeite mee om dat ook met Lego in elkaar te bakken. Ja, het ziet er wel netjes uit. Nee, het belangrijkste leerpunt zou zijn, ik denk dat het voor meer zou kunnen gelden, is dat we vooral inzicht proberen te krijgen in de kering, hoe die reageert en wat die doet. Hartstikke mooi. Het andere gangpad komt zo meteen aan de beurt hoor, maak je geen zorgen. Oké, en wat ga je dan precies vandaag doen? Hè? Als dit jullie leerpunten zijn, je hebt ze besproken en misschien ook wel mooi gevisualiseerd met Lego blokjes, dan ben ik wel benieuwd wat je dan precies vandaag gaat doen om aan dat leerpunt te werken. Naar welke workshops ga je, met wie ga je in gesprek? Oké, volgende opdrachtje, dan mag je bespreken met je buurman. Wat ga je vandaag doen aan jouw belangrijkste leerpunt? 2 minuutjes de tijd om dat te bespreken. Ga je gang. Oké. Jullie hebben besproken wat jullie belangrijkste leerpunten zijn. Jullie hebben ze gevisualiseerd met behulp van een aantal Lego blokjes. En je hebt met je buurman of buurvrouw besproken naar welke workshops je vandaag toe wil. En met welke mensen je graag in gesprek wil gaan. Jullie krijgen een 2e bouwopdrachtje. En daar krijgen jullie 2 minuten de tijd voor. Het thema van vandaag is natuurlijk overbruggen.
Dus de opdracht gaat natuurlijk over een brug maken. Het is al voorbij gekomen. Maak met je resterende blokjes een symbolische brug naar jouw belangrijkste leerpunt. Ja? Dat is iets moeilijker dan daarnet. 2 minuten de tijd om die brug te maken. Ga je gang. Ik had beloofd even deze kant uit te komen. Wat voor moois hebben we hier, beste Theo? Mijn bevinding is eigenlijk dat we eigenlijk wat meer landelijk moeten gaan afspreken hoe we het alles aan elkaar verbinden. Dus inspecties, beheer, onderhoud en de WBI. Wat je momenteel ziet is dat alles los van elkaar loopt. En dat er allerlei dingen bedacht worden, hele mooie dingen, maar dat er geen verbinding is. Dus mijn boodschap is, verbind het met elkaar. En die onderdelen moeten meer met elkaar praten. En je gaat in gesprek met die verschillende onderdelen? Ik ben er al druk mee bezig. Dus, Oké, mooie dag om dat te doen. Even kijken, hier, dit is ook een mooie bouwsel. Wat ga je vandaag doen? Ja, steentjes bouwen. Steentjes bouwen, ja. Weet je al naar welke workshop je gaat? Ja, Bloemrijke Dijken. Bloemrijke Dijken, oké, hartstikke mooi. Nogmaals, neem er gerust een foto van voor thuis of voor je collega's. Dit is het einde van het plenaire ochtendprogramma. Als jullie zo meteen de zaal verlaten, blijf nog even zitten. Blijf vooral even zitten, maar als jullie zo meteen naar de koffie gaan, laat dan de Lego achter in die gele bakken. Die gaan we hergebruiken. De Lego steentjes gaan naar een aantal asielzoekerscentra hier in de buurt voor de kinderen om mee te spelen.